verblijf in de Eifel staat garant voor natuurbeleving in vele vormen. Onze uitvalsbasis is Schmidt, waar we overnachten in Hotel Schmidter Bauerstube. Bij gebrek aan de juiste wandelkaart wordt dan toch eindelijk de eerste pittige wandeling aangevangen, langs heen en door de bosrijke oevers van de Roerzee. De Duitse Zee betekent voor ons een meer. Ons einddoel is het Stuwmerencomplex van Schwanenau. Onderweg is het genieten van de natuur en de mooie uitzichten over het meer. Vanuit Schmidt bezoeken we de nabijgelegen stadjes Heimbach en Niedegge. Burcht Hengebach, een middeleeuwse burcht, bovenop een smalle rotspartij. Het is de blikvanger van Heimbach. De burcht is een van de oudste bouwwerken in de Eifel en stamt uit de 12e eeuw. Heimbach, idyllische stadje in het Roerdal in de Eifel, is een geliefd oord voor de rustzoeker. Niedegge werd opgericht in de middeleeuwen en heeft een lange en gevarieerde geschiedenis om op terug te kijken. De kerk, met op de toegangsdeur een voorstelling van de onthoofding van Johannes den Doper, kreeg zijn naam. Willem II van Luik liet er de Truts vesten, nu gekend als Burcht van Niedegge, bouwen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag Niedegel in het frontgebied. De stad werd omzeggens met de grond gelijk gemaakt, zo ook Burcht Niedegge. De heropbouw, zoals vandaag te zien, vond plaats in de jaren 1950. Cultuur en bezienswaardigheden ondernemen we nog een pittige wandeling in de omgeving van Schmidt. De bewegwijzerde wandelroute laat ons al vlug in de steek. Her en der blijken de routeplaatjes verdwenen. De ingebouwde GPS van de camera van Walter brengt echter soelaas. De wandeling leidt ons langs de verscheidenheid van de natuur. Naald- en loofbossen wisselen elkaar af. Franse aanhangwagen, omgebouwd tot schuilhut voor jagers, verstoort de natuurschoonheid. Geslaagd weekend wordt afgesloten met een rondvaart op de Roerzee. Vanuit Schwam en Nauwel varen we richting Roerberg, waar we noodgedwongen rechtsomkeer moeten maken voor het Stuwmerencomplex, dat ook daar gebouwd is. Van op het scheepsdek is het genieten van de zacht voorbijschuivende natuur en de activiteiten op het water. Legt zijn vleugelpennen te drogen na een duik in het visrijke water op zoek naar een prooi. Zoals in de inleiding al vermeld, staat de Roereifel garant voor natuurbeleving. Zeilen, roeien, zwemmen, het kan er allemaal. Een prachtig weekend wordt met aankomst in de vertrekplaats Schwam en Nauwel afgesloten. De Eifel bezoeken, geen eens zo ver weg, is overduidelijk een bezoek waard.